Het afgelopen jaar hebben we binnen de GRZ verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. P5.com heeft daar een bijdrage aan geleverd. We zijn bezig geweest met processen binnen de GRZ op allerlei niveaus. Ik ben nu nauw betrokken bij de behandelaren en de zorg, waar ik met hen in gesprek ga over de ontwikkeling op de afdeling, innovaties die per vakgebied ingezet zouden kunnen worden. Dat doen we door middel van prestatie- en stuuroverleg. De instroom en de uitstroom heeft meer focus gekregen. Ja, het revalidatieoverleg vindt één keer in de week plaats. Daar bespreken we de revalidanten. Arts is daarbij aanwezig, de zorg en de behandelaren. En we bespreken de voortgang van de revalidant. En naast de inzet bespreken we daar ook bijvoorbeeld nieuwe ideeën of innovaties die we vanuit ons werkgebied hebben voor de revalidatieafdeling. Nu worden er gewoon heel veel dingen overlegd, waardoor je ook sneller terug kan koppelen naar de cliënt zelf en familie. Als business controller kunnen wij de teammanager van de GRZ beter ondersteunen. We hebben nu prestatieoverleggen ingepland, waar we onder andere de voorkast bespreken, maar ook de werkelijke inzet van de behandelaren. Ja, voor ons is het prettig om te weten wanneer het ontslag is, zodat wij ook verder kunnen doorplannen met onze nieuwe opnames, zodat wij de ziekenhuizen kunnen bedienen en nieuwe revalidanten kunnen opnemen. We kunnen het vaker en eerder over ontslagdatums hebben, omdat iemand het hele traject van revalidatie gewoon veel makkelijker en sneller kan doorlopen door je inzet van alle disciplines en dat de communicatie juist zo goed is van iedereen. Dus op het moment dat er iemand met ontslag gaat, hebben we eigenlijk dezelfde dag of de volgende dag alweer een nieuwe revalidant die kan komen. Nou, wat mij vooral is opgevallen, is dat we met therapieassistentie zijn gaan werken. Binnen de zorgteams zijn er meer uren toegekend aan de teams, omdat zij ook in de behandeling een rol spelen. Hierdoor is de werkdruk verminderd, maar daardoor is er ook meer aandacht voor de revalidant. Therapieassistentie, ja, dat vind ik echt een toegevoegde waarde hebben op de afdeling en vooral voor de cliënt. Je bent heel erg multidisciplinair aan het werk, je werkt samen met aan dezelfde doelen. Mensen hebben veel vaker een oefenmoment en het oefenmoment is ook veel meer geïntegreerd op de afdeling met de mensen die direct betrokken zijn. En dat geeft voor de cliënten vaak een heel prettig gevoel. En je merkt ook gewoon in de vooruitgang van de cliënt dat dat enorm scheelt. Voor de cliënten is het een voordeel dat ze meer tijd therapie hebben. En het is een doorlopende therapie. Ik denk dat de revalidant er veel van merkt in positieve zin. Er is meer focus op behandeling. De revalidant weet ook zeker meer waar hij aan toe is. En hij of zij wordt beter ondersteund met het regelen van vervolgzorg. Het is heel fijn dat we eigenlijk vanaf dag 1 doelstellingen kunnen bepalen. Weten welk zorgpad we moeten bewandelen. En al heel snel de cliënt mee kunnen nemen in wat hij kan verwachten. Ja, ik vind het heel erg gaaf om te doen, omdat je dan echt een revalidatieverpleegkundige bent. We merken dat we nu naast de directe uren die we aan onze revalidanten besteden, ook genoeg ruimte hebben om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, om deel te nemen aan beleidsvergaderingen en ook bijvoorbeeld bij ziekte of vakanties het werk van elkaar over te kunnen nemen. Ik heb ook een aantal dingen zelf ingebracht in het team, waar het team zeker achter stond. En ook de disciplines, want dat is ook wel erg belangrijk, door zelf te gaan koken. De cliënt heeft er zeker wat aan, waardoor de juiste inzet van uren wordt de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Je hoeft geen brandjes te blussen, maar je kan een beetje voorzien op de situatie. Ik heb de samenwerking met P5.com als erg prettig ervaren, omdat we als behandelaren erg serieus zijn genomen. En met als resultaat dat ik nu zie dat er een mooie koppeling is gekomen tussen de inhoudelijke werkvloer en de ondersteunende processen. Doordat we eigenlijk de processen strakker hebben ingericht, beter kunnen sturen op de in- en uitstroom, zien we ook dat de productie toeneemt en we bekendheid krijgen in de regio, waardoor het aanbod ook stijgt. Met de geriatrerevalidatie van Quarijn zijn we nu zover dat we ook naar de toekomst kunnen kijken. We kunnen echt iets betekenen in de keten van de ouderenzorg. Er komt een enorme tsunami aan ouderen in ons werkgebied, waar we nadrukkelijk samen moeten werken met het ziekenhuis, met de geriater, met de huisartsen. Daar gaan alle mensen weer aan meedenken. Wellicht komt er nog een vervolg op deze film, want ik denk dat we echt een onwijs gaaf nieuw concept gaan neerzetten in Nederland.